Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik weer een gloednieuwe video voor je over een laag budget schaalstrategie voor Facebook Ads voor je Shopify Dropship Store. Dit is een nieuwe strategie voor 2024 en ik ga je precies uitleggen hoe je met laag budget zoveel mogelijk eruit kan gaan halen. Laten we er gelijk induiken. Voordat we beginnen, abonneer, like en laat een comment achter zodat ik veel van deze waardevolle video's van je kan blijven maken. Nou. Wat is de laag budget schaalstrategie? Nadat je een adset hebt gevonden met deze criteria, 24 tot 48 uur nadat je deze adset dus hebt laten runnen, met 2 plus sales en ROAS 4 plus en winstgevende kost per purchase, kunnen we deze dus op gaan schalen. En op welke manier gaan we deze opschalen? Dat ga ik je zo uitleggen. Maar wat je daarnaast ook doet, is verliesgevende adsets na 24 tot 72 uur uitzetten. Wat je daarnaast ook nog doet, is een retargeting campagne aanmaken vanaf 25 sales en die zetten we op 15 euro per dag. Dat zetten we 10 adsets. We maken daarnaast nu ook upsells voor je product, omdat je momenteel nu aan het schalen bent en je product heeft minimaal 25 sales. Dus het is handig om ervoor te zorgen dat mensen 2, 3 of 4 van hetzelfde product verkopen. Daarnaast kan je een algoritmische targeting campagne gaan lanceren. Oké, dus die kan je lanceren op 10 tot 11 interesses op 5 euro per dag. En ja, daar targeten we vaak twee landen bij. En ik raad je aan als je begint gewoon Nederland en België te beginnen. En ja, dit geeft je goedkope goede data, zeker in deze twee landen. Kun je gewoon prima nog met Facebook Ads werken. Nou, hoe schalen we deze dus op? Die schalen we dus op met onze laag budget schaalstrategie. En daarin dupliceren we winstgevende adsets 5 keer met 5 euro budget. En die blijf je net zo lang door dupliceren bij sales op kopieën. Het liefst met 3 tot 4 ROAS, omdat elke keer als je schaalt gaat je ROAS iets vaak omlaag. Ook als je winstgevend bent. En een andere manier die we split testen is dus dupliceren door met 10 keer 1,50 te doen. Dat kunnen we dus split testen. Daarnaast ga je ook creative testing doen bij 50 tot 75 sales met één product. En daarnaast verhogen we gewoon ook het budget van ja, de adset zelf van 5 euro naar 6 euro elke keer met 20%. Dat doen we elke 48 uur. Doen we voor retargeting, maar ook voor de algoritmische targeting campagne. Dat was even een super korte video over hoe jij je Facebook Ads kan gaan schalen in 2024. Ik hoop dat je daar superveel aan hebt gehad en dan check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.